Hallo iedereen, ik ben Ritje Moussaba en we bevinden ons nu in Polen. Zoals je kan zien is dit ons hotel waar we ons bevinden nu voor de komende dagen. En ja, ik heb er heel veel zin in. Ik hoop dat jullie ook naar jullie zin zullen hebben. En ik zou jullie gewoon rondleiden wat er allemaal hier te doen is en hoe het er allemaal uitziet. Nou, hier zijn we op het trainingsveld. Het veldje ligt er lekker bij. Hier, zoals je ziet, hier trainen we elke dag. Dus ja, het gaat er goed aan toe. Ik denk dat het ook leuk is gewoon om na de training ook gewoon even wat leuks te doen. Dus zoals je hier kan zien, zijn ze gewoon lekker two-touch aan het spelen. Dus dat doen we eigenlijk na de training meestal. En voor de rest wordt hier ook hard getraind, goed getraind. Dus ik denk dat deze trainingskamp ook belangrijk is om ons goed voor te bereiden voor het seizoen. Dit is het materiaal ook en hier ga ik jullie laten zien wat allemaal wordt gedaan. Nou, zoals je kan zien zijn dit twee materiaalmannen. Dus hier halen de spelers en trainers ook hun kleren op en ook de wedstrijdkleren gewoon na het eten, na de lunch. Dit is Chris. Hij regelt samen met Marco dit jaar voor de selectie alle spullen. Dus dat doen ze ook heel goed. En ik ben ook blij dat, dat hun er ook bij zijn. Ja, dus hier kan je gewoon je kleren ophalen. Dus dit is een kant voor de spelers. Daar halen de trainers alle spullen op. Dus het is ook heel netjes. Hier is alles gewoon goed verzorgd. Dus ja. We zijn nu bij de gym. Dus hier komen we ook eigenlijk na de training gewoon om te strekken, rekken en dat soort dingen. En meestal doen we ook als we geen pre-activation op het veld hebben. Kan je gewoon hier gewoon een matje pakken en gewoon alvast jezelf warm maken voor de training. Want dat is natuurlijk ook eigenlijk belangrijk als topsporter. Dus ja, het is wel ook gewoon hier gewoon prima. Gewoon een lekkere, ja, mooie gym. Je hebt veel apparatuur, dus ja, je kan er goed gebruik van maken. Ja, dit is de spa, dus dit is voor mij eigenlijk wel het leukste plek hier in het hotel. Dit, ja, hier kan je gewoon lekker zwemmen, gewoon een beetje relaxen. Je hebt ook een jacuzzi daar. Toevallig is Linse daar, dus kom even mee. Gewoon lekker je ding doen, gewoon goed uitrusten. En ja, hier heb je twee sauna's, maar ja, hier kom ik ook af en toe erin, maar ik ben meer van het zwemmen en de jacuzzi, dus het zijn wel leuke plekken hier. Het is gewoon belangrijk om ook gewoon te relaxen hier na de trainingen, dus je hebt een mooie plek hier, dus ja, het is hier ook wel gewoon, ja, gewoon een leuke locatie. Yo, ja. Ja, we zijn nu in de kamer waar Ronaldo ook heeft gezeten, dus dat kan je hier ook zien. Dus ja. Yeah. We komen nu binnen met Bilal. Welkom, welkom. Ja, we zijn nu met Moeks en Bilal. Ze zijn hier wel lekker aan het ontspannen, een beetje aan het gamen. Ja, we zijn een beetje NBA aan het spelen. Ja. Ja, dit is een beetje onze kamer eigenlijk. Het ziet er gewoon goed uit, het is gewoon rustig hier. Gewoon lekker ontspannen. Ja, dit is een beetje onze kamer eigenlijk. Gewoon leuk, het is gewoon een beetje alles laten zien van het hotel. Je moet me... Ja, goed op kunnen volgen. Ja, is een beetje lastig, maar ik doe mijn best. Komt goed. Ik heb er vertrouwen in. Ja, maar komt goed.